Want als je een longaanval krijgt, de benen heb je geen kracht meer, heb je niks meer. Ik heb COPD. Dat is mijn ziekte. Moet je echt meer leren leven. Als ik naar het ziekenhuis toe ga en ik ga lopend in alles, doe alles lopend, dat is fysiek, is dat zo zwaar. Dan denk ik, dat kan ik ook niet in één keer lopen, maar dan moet ik gewoon een keer tussendoor ook rusten. En dan moet je er eigenlijk aan van tevoren, als je die afspraak hebt, moet je die dag van tevoren al heel weinig doen. En dan ga je naar het ziekenhuis toe, kost je heel veel energie, maar dat doe je de andere dag doe je ook niet, weer niet zoveel. Nee, je moet alles plannen. En als nou zoals met dat beeldspel, nu in de Isana, nou daar ben ik hartstikke blij mee. Ja. Het scheelt je wel 2 of 3 keer een reis naar het ziekenhuis toe. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Sally. Hallo. Hi. Goed u te zien. Ja, dank je. Ja. U hebt de vragenlijst ingevuld. En ik zie dat het alweer een stuk beter met u gaat. Ja, beeldbellen is bij ons nu relatief nieuw in de vorm van zorg. En dat zijn nu vooral nog COPD-patiënten die we daar mee begeleiden. En wat we dan doen is dat patiënten 1 keer per week een vragenlijst invullen. Dat doen ze thuis op een iPad. Hoe vaak heb je gehoest? Hoe vaak heb je slijm opgehoest? Ben je benauwd? Ben je kortademig? En daarmee kunnen we kijken hoe de COPD is. Hè? Dus of die stabiel is, gaat het slechter, gaat het beter. En aan de hand daarvan kan ik dus zien of er een melding is. En zodra er een melding is, dan gaat het eigenlijk slechter met de patiënt. En dan ga ik bellen en dan ga ik vragen hoe het gaat, waar het aan ligt. Ja. Hoeveel gebruikt u hem nu? Nu gebruik ik hem 2 keer per dag. 's morgens 2 puffies en 's avonds 2 puffies. Wat het beeldbellen van mij toevoegt is toch een andere manier van zorg. Je ziet een stukje van hun leven eigenlijk. En de patiënt is thuis. En ik denk dat dat wel vooral het mooiste ook is wat ik niet helemaal van tevoren had verwacht. Maar dat het contact eigenlijk nog bijna normaler of laagdrempeliger is, prettiger is ook dan dat ze hier komen. Ze worden wel gedwongen om wat meer na te denken over hoe het met ze gaat. En als het niet gaat, dat ze dan toch eerder aan de bel trekken. En doordat ze natuurlijk zien hoe het met ze gaat en wij uiteindelijk ook, hè, dat het achteruit gaat, kun je dus sneller erbij zijn, waardoor je een opname kan voorkomen. Als ik zelf, voor mijzelf persoonlijk, het beeldbel niet gehad had, had ik al veel vaker, denk ik, al in ziekenhuis geleerd. Meerwaarde van beeldbellen is denk ik vooral dat je toch wat efficiënter kan werken. Dat is dat je direct to the point kan zijn met de patiënt. Je ziet bijvoorbeeld in dit geval met de vragenlijst waar het op misloopt. En je hebt het daarover met de patiënt. Uiteindelijk wil je er naartoe dat de patiënten meer zelfregie hebben en ons dus steeds minder nodig zijn. Dus beter zelf kunnen handelen.